Tamar, twee wedstrijden, twee overwinningen. Als ik even kijk naar de statistieken nu. 7 reboundjes, 8 puntjes, tevreden? Op zich best wel tevreden. Ik denk dat, dat we goed hebben gespeeld en als team ook goed hebben gespeeld. En zeker na de vorige wedstrijd denk ik dat het heel fijn is voor ons. Dan wil ik heel even terug met je, Tamar, naar een paar weken geleden. Je krijgt op de training het nieuws te horen van Lisanne dat ze uitgeschakeld is. Ja. Nou, dan ga je denk ik toch al stiekem een beetje kijken en een beetje tellen. Dan denk je, nou, zitten toch wel wat meer minuutjes voor je aan te komen. Nou, ik was erbij ook toen Jeroen tegen jou vertelde dat je mocht gaan starten. Ja, wat gaat er dan door je heen? Nou, in eerste instantie was ik heel zenuwachtig. En ik denk dat daarna met het steun van het team, ik krijg gewoon veel vertrouwen. Dus dan komt het wel goed. En ik sta er nou aardig zelfverzekerd, denk ik. Dus ja, op zich gaat het nou goed. Maar in het begin was ik heel zenuwachtig. Nou ja, goed. En dan natuurlijk ook zonder Yveske ga je toch in je punten en in je aantal minuten, in ieder geval de speels die veel minuten krijgen, ga je achteruit. Het is wel lekker ook voor je. Want hier heb je natuurlijk de afgelopen jaren heel hard voor gewerkt om hier te staan. Kijk je dan ook heel trots naar jezelf terug? Ja, zeker heel trots. Natuurlijk is het wat minder omdat Lisanne en Yveske uitleggen. Maar ja, natuurlijk ben ik heel trots op de minuten die ik eindelijk mag maken. Ja, zeker. René, heb jij dan nog een technische vraag? Nou ja, goed. we weten waar we werken. Onder andere het driepuntschot en zo en de drives. Dus 2-5 driepunters. Daar kunnen we tevreden over zijn. Dan kunnen we weer van de week weer verder zonder al te veel gezeur van de assistentcoach. Elleboog onder de bal. Maar goed, je speelt natuurlijk ook bij vrouwen 121. Is dat dan nou ook vanavond dat je denkt op een gegeven moment aan het einde van de wedstrijd je begint je benen te voelen? Of is dat zwaar of denk je van nou, als ik nu nog een wedstrijd moet spelen, let's go? Nou, dat zeker niet. Ik moet zeggen, op het eind had ik wel het beentjes voelde heel zwaar. Maar ik denk dat het op zich best wel redelijk ging. Ik heb vanmiddag nog een dutje kunnen doen, dus ik heb het overleefd. René ook, maar daar gaan we het niet over hebben. Tamar, dankjewel. Okay.